mag ik weer iets vragen? Yes. Morning guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik rij nu voor het WFC. Outfit of the day is die nieuwe sweater van Sarah. Heb ik een nieuwe legging van Ellie Sisters. Echt, dit is mijn nieuwe lievelingslegging. I love it. Heb ik laarsjes van Louis Vuitton en deze tas van Dior. En mijn haar is echt zo fluffy today. Want ik heb geen haarspray meer. En dan zit het echt zo, ja, pluizig. Maar ja. En vandaag komt eindelijk ons Nespresso-apparaat binnen. Echt, ik heb zoveel cups besteld. En een van de lekkers vind ik die Caramelito. Dat is met karamel. En die heb ik ook besteld. En ik ga jullie zo laten zien als je binnenkomt. Maar love it. Oh ja, en trouwens guys. Ik drink echt veel te weinig water. Soms drink ik gewoon 1 glas op een dag. Ik drink überhaupt heel weinig. Soms drink ik 2 glazen op een dag. Want ik heb gewoon geen dorst. En ik merkte echt dat ik heel erg hoofdpijn hierdoor kreeg. Dus ik heb nu zo'n beker. En dat is ongeveer 480 milliliter. En ik probeer dus sowieso 3 van deze op werk te drinken. En dan als ik nog in de avond wat drink, heb ik sowieso bijna 2 liter op. Dus dat is wat iemand moet drinken volgens mij toch. Nou ja, als ik er 2 drink, heb ik ook 1 liter op. Het is in ieder geval beter dan 1 glas per dag. Dus ik probeer dit gewoon nu de hele dag door te vullen. En dan hoop ik dus dat ik genoeg drink en dat mijn hoofdpijn wat minder is. Want it was getting worse. Kijk, deze heb ik besteld. Let's open. Oeh. Oké, ik ga hem even helemaal uitpakken en dan zien jullie me zo. Kijk, onze keuken is natuurlijk kleiner dan onze andere showroom. Maar hij heeft wel een mooi plekje. En we hebben ook allemaal cups al. Dus ik ga nu lekker een koffie maken. Kijk, deze is heel makkelijk, want je hebt ook zo'n melkschuimer erbij. Dus dan doe ik gewoon melk erin. Even kijken tot waar ik moet vullen. Ik denk dat ongeveer hier. Alright. Kan het erop. Ik zag net ook dat je ook koud schuim kan maken. Maar je kan hem ook warm doen. Als je hem gewoon intikt, dan nu wordt hij warm, zeg maar. En als je hem 2 seconden intikt, dan wordt hij koud. Hoeveel melk ik doe. En dan doe ik nu de cup erin. Ik heb trouwens decaf gekozen vandaag. Want we hebben zo'n ontdekkingspakket. Even kijken. Ja, nu kan ik hem aandoen. Lekker zeg dit. Kijk, ik heb mijn eigen eerste cappuccino gemaakt op het werk. Lekker. Alright guys, ik heb eigenlijk helemaal niet meer gevlogd op werk. Ik ben nu thuis. Het is nu volgens mij 8 uur. En ik ga nu eten bij Imperial Manen met CM. En ik heb CM al een tijdje niet gezien. Dus even weer gezellig om haar te zien. En ik hou gewoon letterlijk hetzelfde aan. Als de hele dag, want ik heb geen zin om te kleden, want het is koud en ik heb er gewoon zin in. Kijk, ik doe trouwens wel hakken bij deze outfit. Dat maakt de outfit gewoon al leuk om uit eten te gaan. Hi girl! We zijn lekker bij Impero Romano. Trek in. Lekker voorgerechtje, burrata en vitella tonnato. We doen samen. Lekker! Gewoon te check-out. Oh mijn god. Echt truffle sensation dit. Echt veel truffel hè, je ruikt het. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Alright guys, ik ben net thuis en het is volgens mij 12 uur. Ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie snel weer. Hi guys, het is vandaag vrijdag en ik ben nu op werk. En ik heb net een super leuk pakketje binnen gehad van Z's of Diamonds. Ik wacht hier al een tijdje op en ik wist dat ze het voor me aan het maken waren. En ik heb nog nooit zoiets gehad en... I'm so excited guys. Het is nog ingepakt, dus ik weet niet hoe het item in real life eruit gaat zien. Maar ik ben in ieder geval super excited. Zo schrijf je het merk.
Dus die is op diamonds. En het komt uit Antwerpen. En ze verkopen allemaal ringen met diamonds en armbanden met diamonds. Echt diamond gerelateerd. Dit is het pakketje. Ik ga hem nu openmaken. Er zit nog een doosje in het doosje. En er zit nog een doosje in het doosje. Oh, it's so cute. En adorable. Kijk. Het zijn mijn initialen, Amber Wathimena, in een ring met diamonds. Echt obsessed. I love it. Ik ga hem eventjes omdoen. En hij past precies. Ach, dit is echt heel mooi. Kijk. I love it. En ik zal ook eventjes hun Instagram en hun, ja, hun Instagram in de beschrijving zetten. En ik zal het nu eventjes laten zien. Kijk, dit is hun Instagram. En als je zo scrolt, zie je dat ze echt heel veel diamonds hebben. I love it. Thank you so much, she's of diamonds. Ik vind het echt super mooi en ik ga hem echt vaak dragen. Thank you. De ring is trouwens gemaakt van wit goud. Ik vond het zelf mooier staan bij de diamonds dan goud. En by the way, de outfit of the day is de LA Sisters check shirt. En er staat om de achterkant LA Sisters. Hij is echt super leuk. En heb ik de set in swimsuit erbij, ook van LA Sisters. En de nieuwe straight leg jeans, ook van LA Sisters. Dus outfit, Fully LA Sisters. Heb ik schoenen van Yeezy en die heb ik besteld bij Yeezy Worldwide. En heb ik tas van Dior erbij. We zitten nu in de auto en het is 4 uur. En wij hebben een meet and greet bij de store Addict to Fashion. Dat is een klant van ons. En die klant bevindt zich in Sittard. Dus we gaan nu helemaal rijden naar Sittard. Volgens mij ongeveer, hoe lang rijden? 3 uur toch? 3 uur rijden? Ja. En we hebben er super veel zin in. We eten lekker chips. We hebben een lange weg te gaan. En het is echt regenachtig. Dus er staat nu al file. En het is nog maar 4 uur. Maar het komt gewoon door het weer. Altijd als het regent, weten mensen niet meer hoe ze moeten rijden. Toch? Pretty annoying. Alright, we arrived in Sittard. En het is nu precies 7:30. En we moesten er ongeveer rond 7:30 zijn. Het regent wel, dus we moeten in de regen gaan lopen. Ik denk dat ik wel nog een paraplu heb. Dus ja, ik denk dat we uit de auto gaan en richting de store Addict to Fashion gaan. En de nieuwste collectie van LA Sisters hangt er. En dit is echt one of my faves. Mag ik mee op de foto? Yes. Echt super druk, heel gezellig. Kijk hoe mooi deze dame heeft een nieuwe jumpsuit aan. Looking pretty girl. Kijk, Yara, die heeft onze nieuwe LA Sisters shirtje aan. Staat je mooi? Ik ga wel eentje pakken hoor. Ja. Thank you.
guys, we zitten nu net in de auto en het was echt super gezellig bij de store Dick to Fashion. En het was echt super druk en leuk om jullie allemaal gezien te hebben. We zijn nu onderweg naar huis en ik denk dat we er wel 3 uur over gaan doen. En het is inmiddels al 9:30, dus we zijn pas denk ik 10:30 thuis. En ik heb wel een beetje trek, maar ik heb geen trek in Mackie. Ik dus, wel hoor. Ja? Nee, ja. Ik ook eigenlijk niet. Ik heb maar ja, thuis. Ik ook. En ik zag hier net een tuin, maar ja, ik heb nu ook geen zin om daar te zitten of zo. Nee, we kunnen het meenemen. Misschien duurt het niet zo lang. Ja, dan moeten we in de auto eten. Dat is ook lastig. Misschien is er iets anders onderweg. Misschien wat Burger King. Zijn wel lekker. Ja, die Burger King krulfries zijn wel lekker. Dus ik denk dat we dat gaan doen. En het is toch Mackie geworden. Wow. Want dat is het enige wat je kan eten op de snelweg.